U zag hem al in de hashtag GNE3Vlogs en u zag hem al op verschillende foto's, in een unboxing, whatever. We hebben hem overal gehad, de MSI GE62 VR Apache Pro Camo Squad. En dat is een hele mond vol en je ziet het al, het is een laptop met een patroontje, een legerpatroontje. Wat super handig is als je uitgezonden wordt naar Mali en dat je dan toch PUBG wil spelen. Ja, en maar dan niet gespot wil worden in PUBG of in het echte leven. Ja, maar laten we even de olifant uit de kamer benoemen. Wat vind je ervan? Nee. Het is niet voor jou? Het is echt absoluut niks voor mij. Ik vind een strakke laptop vind ik fijn. Gewoon ja, maar zwart, grijs, wit, maakt me niet uit. Een beetje subtiel. Alsjeblieft. Maar daarin is het ook weer niet subtiel. Want alles wat gamers mooi vinden is zwart, wit of grijs. Punt. Nou, nee, ook verder rood en draken en alle kleuren van de regenboog met 16,8 miljoen RGB-ledjes. Oké. Okay. Ja, ik moest er ook heel erg aan wennen. Maar ik hou altijd van als mensen iets nieuws proberen. Als mensen iets nieuws proberen. Ja, ik bedoel, een laptop. Kijk, wat MSI echt zou moeten doen, is dat je het er allemaal af kan halen en dat je gewoon verschillende faceplates erop kan zetten. Dat is de 3DS gewoon. Net als de 3DS, want die had ook deze faceplate trouwens. Ja, echt hè. Digital camo. Jazeker. En dat zou heel vet zijn, want dan kun je ervoor kiezen om dit te nemen. En dan zijn er echt wel mensen die dit willen, denk ik. Alleen het is nu wel heel erg uitgesproken. Ja, het is zeker dat is een beetje het ding. Je moet er wel echt van houden, anders dan houdt het gewoon echt op. Ja, nou, ik liep ermee rond in Los Angeles natuurlijk. Je werd niet uitgelachen. Nee, maar in het perscentrum is het toch leuk dat iedereen zijn laptopje opengooit. Veel MacBookjes, veel subtiele HP, Lenovo, Dell machines. En in één keer, shabam, je springt er wel mee tussenuit. De vraag is of je het wil. Ja, dat is ook helemaal aan jou, want dan kunnen wij niet oordelen. Wat een smaak, of niet? Ik denk een gebrek aan, zou ik zeggen. Maar nee, ik vind hashtag Team Tom, hashtag Team Peter. Wat ik wel heel vet vind, is dat ze hem dat dit mooi weggewerkt is. De trackpad. Dat is helemaal in dezelfde stijl en ik vind dat er mooi uitzien. Ja, dat is op zich wel strak gedaan. Soms zie je daarom ook niet waar de trackpad zit, want het is camo. Dan is het zo, camo, maar dat is juist het doel van camo, is dat je iets niet ziet. Ja, dus alleen moeilijk als je dat precies het element is waar je vaak je hand naartoe moet brengen. Dan ben jij juist degene die het weet, omdat het jouw laptop is. Oké, dat is daar komt de binding met de klant van MSI vandaan. Echt, hè? Maar goed, het blijft een laptop. Wat zit er allemaal in qua specs? Dat is ook wel een grote vraag. Het is een Intel Core i7-7700 2.8 gigahertz laptop. Hoppatee. Degelijk beestje. Altijd. 16 gig RAM. En een 1060 videokaart. Oh, oké. Van Nvidia. Dat is allemaal niet mis. Dat is niet mis. Het is ook echt een hele dikke gaming laptop. Ja, maar ook die 16 gig, omdat je vaak bij die gaming laptops gooi je er ook nog maar eens 8 in. En dan is 16 toch wel in één keer van, het is in één keer toch wel iets meer een werkpaardje. Wat ook gebleken is, want hij werkte prima tijdens het editen van onze vlogs natuurlijk in Los Angeles. Ja, en dat is altijd iets anders dan games, het editen van shit. Nou ja, goed, er zit ook een 1060 in, dus dat is waar. Helemaal niet verkeerd. Voor games is het echt, ik ben nu natuurlijk heel veel bezig met PUBG. En PUBG Player Unknown's Battlegrounds. Ja. Voor mensen die denken, natuurlijk, hij zit altijd al in de pub. Ja, is ook zo. Ja. Ik maak van mijn hobby mijn werk. Maar dat is een game die niet zo goed geoptimaliseerd is. Nee, vreselijk. Dus je hebt er een dik bakbeest voor nodig. Hij draait hem gewoon full specs hoor, gewoon op ultra, bam. En dan gewoon lekker vloeiend ook, of krijg je dan ook nog van die studders? Ik heb hem op fraps gedraaid. Oh. En het is niet steady 60, dat zou ik direct toegeven. Maar het is wel hoog. Je zegt fraps en ik kreeg echt flashbacks naar 2007. Mooi. Wie kent fraps nog? Weet je wel? Voor de mensen die iedereen YouTube wouden doen voordat YouTube een ding was. Van, als je je gameplay op wil nemen, heb je fraps nodig. Ik heb nog niet verteld, maar ik heb het programma gemaakt. Hoor. Ja, tuurlijk. Hij komt uit het stenen tijdperk waar fraps werd ontwikkeld. Je ziet de beelden. Het draait steady en dat geldt eigenlijk ook voor alle benchmarks die ik heb gedraaid van Metro, van Tomb Raider en natuurlijk van 3D Mark. Ja, Metro is natuurlijk ook wel echt zo'n statement natuurlijk om als benchmark te draaien, want die game is fantastisch mooi, ook al is hij alweer, 5 jaar oud? Echt bizar oud is hij al. Nee, want is Metro 2033 is nog veel ouder. Oh shit. Alleen, die benchmark heeft altijd een bepaald gedeelte dat de frames heel erg droppen, dat is altijd als er wel die gunflares en zo bij komen, en heel veel rook, dan Dat is hier natuurlijk niet anders. We praten natuurlijk over 1060 en het is een goede laptop, maar het is natuurlijk geen wonder laptop. Nee. Het is een bovengemiddelde laptop, laat het zo zeggen, waar je gewoon alle games van nu op kan spelen. Oké. Puntje bij paaltje, bovengemiddelde laptop, hoeveel betaal je daarvoor? Nou, daar betaal je toch een €1.550 voor. Dat is ook niet mis. Nee, maar dat is met, kijk, MSI is gewoon een high-end markt.
Kijk, die gaming laptops van MSI die hebben gewoon best wel een goede baas. Weet je, maar er zit een dik SteelSeries toetsenbord in. Altijd. Dynaudio speakers, altijd. Voilà. Ook trouwens, dat moet echt gezegd worden van MSI, mooie schermen. Gewoon voor ingebouwde laptopschermen zijn ze vrijwel altijd, vallen ze gewoon in een marge waarbij ze gewoon helder zijn, veel goed contrast en dan toch nog best wel dun. Ja goed, je hebt dan wel zo'n dikke edge eromheen, maar dat kan ook niet anders. Maar ik vind het toch wel netjes van MSI. Ja, maar die hebben ook altijd oké. Zo zetten ze zich ook in de markt. Het is echt voor de high-end gamer die on the road wil gamen. Dat is Mali. In Mali, Libië of iets in die richting. Wherever. Ja. Dat is gewoon hun doelgroep. En dan kunnen mensen zeggen, want we maken natuurlijk heel vaak items over laptops. En altijd zeiden mensen, ja, dan kun je een dikke desktop verkopen. Dat is hun doelgroep niet, want ze willen laptops bouwen. Ja, ze hebben ook desktops natuurlijk bij MSI. Maar het is wel zo, maar die zijn ook wel goedkoper. Dus laten we de standaard dooddoener weer eruit gooien. Zeg niet van, dat is hetzelfde heel bouwke keimooi. Dat is altijd het geval. Dat is altijd waar. Dat kun je niet meenemen. Nee, en deze wel. Dus als je naar school bent en ik weet je ouders zo gek te krijgen, want dat is natuurlijk hoe dat gebeurt. Ja, maar ik heb het nodig, ik heb zo'n laptop nodig voor Photoshop. Maar doe met dit kleurtje, met dit tintje, ga je echt niet wijs maken. Ja, school raadde deze aan. Nee, want ik ga nu naar het hbo en wij moeten af en toe een beetje photoshoppen. En een school zei letterlijk in het curriculum stond dat je deze moest hebben. Ja, de Camo Squad, ja. Oh, trouwens, over die Camo gesproken, wat je er dus ook wel bij krijgt bij het Camo Squad pakket, is natuurlijk de tas. Waar is de tas? De tas ligt hier beneden. De tas, een drinkbidon en een muismat, allemaal in hetzelfde tintje, zeg maar. Allemaal met hetzelfde textuurtje. Ja. Ja, ja. Ja, nee, ik vind het vet. Ik vind het een mooi pakket. Ik kan niet anders zeggen. Je kan ervan houden of er van niet van houden. En snobby erover doen. Maar het zijn mensen die dat wel gewoon heel vet vinden. En wat dat betreft, ja, weet je, het is gewoon een echte MSI-laptop. Er zit ook wel echt alles op. Ja, en dit is standaard. Hè. Het ziet er altijd goed uit. Het werkt prima. En het houdt zichzelf ook goed cool. En het kan blazen, jongen, het slaat nergens meer op. Het kan wel blazen. Maar dat is belangrijk. Anders gaat zo'n laptop niet langer dan 2 jaar mee als je er heel veel PUBG en zo op speelt. Ja. Anyway, jongens, laat het ook weten wat jij ervan vindt. Zou je dit, zeg maar, als je het geld had, je hebt een laptop nodig, zou je hiervoor gaan of zou je hem zwart-wit, grijs, anthraciet, whatever, een simpele kleur nemen? We zijn heel erg benieuwd naar. En dit was natuurlijk voor Gamers Net Gear. Dat was trouwens Peter. Ik ben Tom, dat hadden we helemaal niet gezegd. Het stond wel in beeld, maar sommige mensen kunnen niet lezen. Dus daar heb je het. En we doen elke dinsdag op gamersnet.nl de nieuwste tech, hardware, gadgets, whatever the fuck. Als het naar de gamer gericht is, dan willen wij het graag hebben. Dat was voor deze week. Klik vooral straks door naar de geschreven review die er ook nog aankomt en de unboxing als je er zin in hebt. Dus je hebt van ik hou van dozen. Nou, dan heb je het. Tot ziens. Helemaal niks.